Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Museumkaart Ontdekt, waarin ik je meeneem naar een van de ruim 450 musea waar jij met je museumkaart naartoe kan. Je zou kunnen zeggen dat elk van die musea je een eigen wereld laat zien. En dat is zeker het geval hier in Kampen, in het Iconenmuseum, waar we een duikje nemen in 10 eeuwen christelijke schilderkunst. Het woord icoon is afgeleid van het Griekse woord voor beeld. Een icoon is dus een afbeelding van Christus, Maria, van engelen, van heiligen of van kerkelijke feesten. De afbeelding is bedoeld om direct oog in oog te staan met religieuze elementen, maar het gaat voor veel gelovigen zelfs verder dan dat. Het icoon zou een portaal zijn naar de hemel. Jij kijkt via het icoon naar de hemel, maar de hemel kijkt ook via het icoon naar jou terug. Nogal een beladen object dus. Er zijn dan ook een aantal regels waar een schildering aan moet voldoen, wil het een icoon kunnen worden. De maker moet rondom het maakproces bidden of vasten, moet werken met natuurlijke materialen en in een vaste volgorde. En het eindresultaat, dat moet dan door een priester gewijd worden. Wat ook vaak opvalt aan iconen is dat ze in een platte stijl geschilderd zijn. Aan de ene kant is dat omdat veel iconen voor de Renaissance gemaakt zijn en het perspectivisch tekenen toen pas in zwang raakte. Maar het draagt ook een betekenis in zich. In het Renaissance denken begon namelijk de mens centraal te staan en niet God of de hemel. Het wereldbeeld dat hoort bij de iconen is natuurlijk een andere. Niet dat de mens centraal staat, maar de hemel die daarachter ligt waar de mens moet gaan komen. En dat wordt nog eens benadrukt in deze platte beeldtaal. De objecten uit het Iconenmuseum zijn vaak afkomstig uit wat we noemen het Oosters Christendom. Een verzamelnaam voor de Grieks-Orthodoxe Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk of de Koptische Kerk. Veel objecten komen uit Rusland, maar sommige ook uit Syrië of uit Egypte. En de materialen die daar voorhanden zijn, die bepalen ook deels het uiterlijk. Deze uit Rusland bijvoorbeeld heeft het kenmerkende bladgoud en de voor Russen heel belangrijke rode kleur. Rood betekent zowel rood als mooi. En dit icoon komt weer uit Ethiopië, waar ze natuurlijk heel ander hout hebben en andere pigmenten voor de verf. En de mens op een andere manier afbeelden. Het museum laat het icoon in al zijn verscheidenheid zien. En eerlijk gezegd is dat ook indrukwekkend als je niet religieus bent. Bijvoorbeeld alle variaties met Maria. Maar ook deze heilige kalender. 12 blokjes voor 12 maanden. En in elk blokje weer welke heilige per dag vereerd wordt. Naast deze steeds wisselende collectie iconen is er ook altijd een andere tentoonstelling te zien. In elk geval tot juni 2023 zie je het werk van fijnschilder Henk Helmantel. Tot zover Museumkaart Ontdekt van deze maand. Vond je deze video leuk? Like hem dan vooral en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende Museumkaart Ontdekt.